aan PL-voorzitter Paul Sommerhardjum zijn er ook vragen gesteld over de mogelijke samenwerking van de HVB, wederom met de NDP en ook de PDO van Waldi Naïn. Die zal komende vrijdag samenwerkingsdocumenten ondertekenen met de NDP. Dit zal er allemaal plaatsvinden, de X Avenue aan de Ringweg. Sommerhardjum reageerde er als volgt. In feite bemoeien we niet met andere partijen, maar om hierop antwoord te geven, voor ons is het goed. Dan bestaat de HVB niet meer. Want en ik zie niet een samenwerking van, en, want die samenwerking mag niet. De gewoonte is dat de partij die met de NDP samenwerkt, dat de partij opgaan in de NDP. Dus, voor mij is het goed. We hadden HVB met een kleine concurrentie gezien, is een partij. Maar de partij niet meer bestaat, dan hebben we geen concurrentie. Dus voor ons doet het niets. Misschien een pluspunt. Maar dat laten we allemaal geloven. Maar de tijd is nooit zo ver, dus laten we kijken hoe verder. Het is bekendgemaakt door HVB, maar de NDP heeft nog niet geaccepteerd. Maar de gewoonte, wat wij kennen van de NDP, NDP werkt niet samen. Partijen moeten opgaan. Neem die in natuurlijk van Mustaja. Neem die KTP universiteit van Wang Sabasari. Dat is de gewoonte. Allemaal opgaan. En we begrijpen dat aankomende vrijdag ook de PDO wat stukken zal gaan tekenen met de NDP aan de Ringweg. Ja. Dat is ook geweldig. Dan hebben wij geen O's meer. Dat zijn allemaal, dan hebben wij maar één politieke tegenstander, misschien NDP. Niet eens politieke tegenstander, maar de partij die we denken, dat kan ons eventueel tegenstander zijn, heeft zichzelf niet weggecijferd door op te gaan aan andere partijen. Dan ga je me vragen, ja, maar jullie ABOP en PL, dat is wat anders. PL gaat niet op de lijst van ABOP en ABOP komt niet op de lijst van PL. Er komt een gezamenlijke lijst, een nieuwe partij, maar daarover later. Ja. Wat we hebben gemist, we hebben opgemerkt dat de komende verkiezingen van 2025, de voorzitter van de NDP, die is voorvluchtig. Hoe kijkt u als partij, voorzitter van PL, naar deze kies? In feite, ik herhaal, ik ga niet intern zeggen van de NDP, maar de NDP vindt het extra moeilijk. Maar het moet nu een nieuwe bestuur gekozen worden, dat heb ik begrepen in de 6 juli. Twee, ik vind persoonlijk dat justitie op een bepaalde manier hierin gefaald hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat wanneer een kruimeldief voortvlucht zou zijn, gepakt wordt en zo'n groot ding, waar zou hij schelen? Maar nogmaals, ik ga niet in zaken van de OM en nooit niet in zaken van andere partijen. Anders lijkt het alsof jongen, deze man wil overal bemoeien. Ja. Maar juridisch komen wij slecht over. Kijk, ze hebben Bordeaux gepakt, maar ik wil graag dat er werking gedaan. Of dat zeg maar gewoon amnestie, zoals wij het gedaan hadden. Meneer, wij vinden meneer vergeefd gezin, ik geef me amnestie. Dan wordt niemand meer gezocht. Heer Sommerhardjo, even terugkomend bij de HVB en de PDO. Hun basis is ook de Javaanse Surinamer. Ja? Dat betekent, wanneer zij nu opgaan in de NDP... Met die basis. Ja. Die basis zal wijs genoeg zijn. De basis zegt nee, als die HVB niet bestaat. Als ik lid was van de FVB, bestaat niet geen NDP, maar ik ben geen NDP. En daar de strijd is nu. Men probeert nu al voor te bereiden. Maar we zijn zo ver, je hebt gezien met Massamiti en toen. Zij zijn nu aan het voorbereiden. Maar we zijn ook klaar voor het antwoord. Maar we hebben de heer Abrahams, de waarnemend voorzitter, gehoord te Pont Buiten, waar hij heeft aangegeven dat hij open staat voor samenwerking met alle andere partijen. Hoe reageert u hierop? Dan moet je hem vragen, hoe wil hij samenwerken? Samenwerken betekent niet alleen ondersteunen. Samenwerken betekent dat ook de kandidaten zichtbaar zijn in die combinatie. Maar nu er een wet is dat samenwerken niet mag, laat hij me uitleggen. Want tot nu toe, wij hebben al een backup. Onze statuten, die ABOP-PL is al goedgekeurd. Dus dat moet nog gesproken worden, hoe verder. Maar ik heb nog geen statuten gezien.
en van eventuele NDP, NDP, PDU of NDP, HVB. Die moet nog meemaken. En wat statuut betreft, is des president. Maar staat u wel willend tegenover een samenwerking met de NDP bij eventuele verkiezingswinst op 25 mei 2025? Ik heb gezegd, de partij, ja, ik heb gezegd, de partij PL streven is dat alle partijen die mandaat krijgen van het volk de verantwoordelijkheid tegen moeten durven te nemen. Met andere woorden, ik stel nog verder, als het kan, minimum 34. Dat alle besluiten door 2/3 meerderheid kunnen worden. Waarom zou het kunnen dat bij het kiezen van een president 2/3 meerderheid nodig hebben? Zie maar de wijziging van onze kieswet. Ze hebben toch de 2/3 meerderheid gehaald? Daar is toch vrede mee dat alle partijen zitting nemen, dat alle partijen de verantwoordelijkheid nemen. Dus, in mijn optie, ik zie geen politieke tegenstander. Maar je moet gedragen worden door het volk. Je moet mandaat krijgen bij het volk. Je kan niet zeggen, man, ik ben de grootste buitenparlementaire oppositie, heb geen zetel. Daar gaan we niet mee werken. Al heb je één zetel, gedragen door het volk. Verantwoordelijkheid van het volk, mandaat van het volk. En hoe is het huwelijk tot nu toe tussen PN en ABOP? Tot nu toe, bijzonder goed. Je hebt al gehoord, tot nu toe horen we alleen Brunswijk Somharjo. We moeten verder gaan, want er zijn 51 zetels. Daar moeten we praten. En no hard feeling. Ja, nu, ABOP kan alleen gaan. PL kan ook alleen gaan. Met de gewezen stelsel. Want toen waren we bang. Gaan we Wanika halen? Gaan we Komowijnen halen? Want dan moet je een aantal kiesdieren hebben. Als de slimme partijen, de grote partijen, gaan 100 van je afsnoepen. Je hebt 3000 noten, ze snoepen 100 van je af. Richt een partij op die nergens op slaat. Dan heb je het 100 tekort, dan verlies je Komowijnen. Maar nu wordt alle stemmen opgeteld en dat vinden kiesdieren. Dus we zijn gewend, boven de 30.000 halen. Je hebt gezien, we hebben geen demonstreren, we waren weg, er was een king in het kabel 2020. Maar nu is die comeback. Maar we weten dat de heer Brunswijk en de president, meneer Santokki, niet vaak genoeg door één deur kunnen. Hoe is dat tussen u en meneer Brunswijk? Dat is misschien gezegd, maar mijn ervaring, mijn zienswijze, wat ik gezien en meegemaakt heb, ze gaan door de smaarste deur zelf. Ja, beide samen. En ze moeten, dan ga ik ook mee.